Oké. Meneer, stap uit die auto. Oh my god. Oh again. Oh my god. Oh my god, mijn collega jongen die begint gewoon in één keer te beuken. Het is echt niet normaal. Yo, what up mensen? Tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. Killer J. Ik heb de laatste dagen wat minder geüpload. Daarvoor had ik ook een update video gemaakt met de reden waarom dat was. En zoals jullie misschien wel weten, mijn oma is in het ziekenhuis geweest. Die is nu nog best wel ziek, dus we helpen haar best wel veel mee. Mijn moeder vooral. Heel trots op haar natuurlijk. Maar ik ook. En mijn oom en ja, mijn stieftante. Dus ja, we helpen haar. We moeten haar veel helpen zo. En het is ook super warm natuurlijk. Dus ja, dan blijft er niet echt tijd over om video's te maken. Vandaag wel even weer. Dus vandaag gaan we even een LS Video Far Survey als natuurlijk. Dat jullie er zin hebben. We gaan dus op pad met de Nederlandse politie. Tijdje geleden alweer. Er wordt weer veel om gevraagd in de comments. Dus laat een likeje achter op deze video als je dit leuk vindt. Vergeet niet even een comment achter te laten natuurlijk. En natuurlijk als je nieuw bent even te abonneren en op het belletje te drukken. En dan gaan we gewoon lekker beginnen met de surveillance. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Iedereen veel kijkplezier. En let's do this. Oké, mensen. Ik moest nog even mijn controller opzoeken. Maar die heb ik nu. Dus we kunnen nou echt officieel beginnen. En we rijden vandaag in de Volkswagen Touran met natuurlijk mijn eigen logo op de achterkant. Mensen, ik heb trouwens ook merchandise. Als je dat nog niet hebt gecheckt. Je kan je even via het linkje in de beschrijving of gewoon naar www.killerj.nl. Dan kom je als het goed is er ook. Dus ja, ga dat sowieso even checken. En dan gaan wij beginnen met de surveillance. Het wordt niet een hele lange video vandaag, aangezien het nu al 2:30 is. En ik wil deze video eigenlijk om 4 uur online hebben. Om even wat korter te maken, zodat de rendertijd ook wat korter is. Dus ja, heel spectaculair. Hopelijk wel dat die wordt natuurlijk. Want we gaan gewoon uit van een spectaculaire video. Elke video die ik upload, mensen. Dus ja, heb je die like nog niet ingedrukt? Druk hem natuurlijk nog eventjes snel in. En dan ja, gaan we nu officieel beginnen. Wij moeten hier rechtsaf. Het hoeft natuurlijk niet per se dat we hier rechtsaf moeten. Maar ja, we gaan hier vandaag rechtsaf. En we gaan even wat auto's controleren ook. Dus laten we even een playcheck gaan doen. Ik heb de laatste tijd wat problemen met mijn controles, want alles zeg maar. Ja, ik kan wel even. Mijn green screen, nee. 9, King, Frank, Adam, 6, 7, 6, a traffic felony. Nou, staat hij wel goed. In ieder geval, al mijn USB-poortjes van mijn controller, die dingen die daar zitten, ik weet niet of je het goed kan zien. Nee. Maar daar zit zeg maar je USB-C-aansluiting. Kijk daar, dat kleine prikgaatje daar zo. Daar gaat normaal een USB-kabeltje in. En als je daar een USB-kabeltje in doet, dan heb je connectie met je computer. Letterlijk alle controles die ik hier heb liggen, die zijn LAN. Dus dat is echt best wel kut. Dus ik kan ze eigenlijk alleen nog maar draadloos op de console gebruiken. Want ze willen nog wel opladen, maar ze hebben zeg maar niet meer genoeg connectie om te gamen. Dus dat is best wel kut. Dus ja, wij gaan gewoon lekker verder met de surveillance en we wachten even tot we de eerste call binnenkrijgen. En ondertussen controleren we natuurlijk wat auto's en zo. Maar ja, dat was even het begin van mijn verhaal. Heel leuk verhaal, ik weet het. Lekker kort, lekker interessant. Laten we nou echt gewoon gaan beginnen. Oké, mensen, we hebben een hot pursuit of a car. We krijgen net een melding binnen. Ik heb mijn sirenes al aanstaan. En ja, we gaan kijken of we ons kunnen bijvoegen in deze achtervolging. We gaan hier wel even tegen het verkeer in. Maar ja, gelukkig hebben we daar natuurlijk als politie gewoon de bevoegdheid voor. Om alle regels aan ons laars te lappen. Als het moet, zolang we het maar op een veilige manier doen. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar we mogen de rood, we mogen tegen het verkeer in. We mogen, zoek straat of maar. Wauw. Jongens, mijn Nederlands vandaag is niet zo goed. Ik kom niet echt lekker uit mijn woorden in deze video. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik al een tijdje niet heb opgenomen. Dan ben je een beetje uit het ritme natuurlijk. Maar, ja. Kijk, welke auto is het? Deze voor ons, neem ik aan. Ja, het is deze, oké. Dankjewel voor het helpen, meneer. Oh my god, hij rijdt ook gewoon door. Hè? Meneer, zal u... Mevrouw! Wilt u alstublieft uitstappen? Wilt u alstublieft uitstappen, mevrouw? Ik krijg vuurwapens op een gericht, maar vrachtwagen wordt trouwens geschoten. Oké, mag even gaan liggen. Liggen. Dit wordt de eerste aanhouding. Maar in ieder geval waar ik het over had, dus nou ja, politievoertuigen en zo. En de politie zelf heeft natuurlijk voor de verkeersregels een, hoe heet dat? Een bijzondere bevoegdheid. Waardoor zij gewoon alle regels letterlijk aan de laars mogen lappen. Op een veilige manier, zolang het nodig is. Ja, u mag even maar meekomen, mevrouw. Oh. Oh damn. Hoe werkte dit nog maar? Shift A? Ja, there we go. Shift A. Oké. In ieder geval, weet dat? Eenrichtingswegen mogen ze gewoon tegenin. Ze mogen tegen het verkeer inrijden. Zolang het maar op een veilige manier gebeurt.
En ja, en als dat nodig is, hè, om de zaak tot een goed eind te brengen, dan mogen ze dat dus gebruiken. Vandaag moesten we dus heel even tegen het verkeer in. Even kijken, de towtruck voor deze auto en dan gaan wij mevrouw even overbrengen naar het politiebureau. En dan hebben we onze eerste aanhouding van deze video, mensen. Ik weet het komt een beetje moeizaam van start vandaag. Oké, daar kan ik niet zoveel aan doen. Oké, deze kunnen uit. We laten de lampjes nog wel even aanstaan en dan wil ik graag een route naar de nearest jail. Dat we daar even naartoe kunnen rijden. En dan kunnen we deze mevrouw daar even netjes afleveren natuurlijk. En dan kunnen we eens gaan kijken wat de volgende call ons gaat brengen. Nou, mensen, we zijn aangekomen bij het politiebureau. We moeten deze mevrouw natuurlijk even afleveren hier zo. Even kijken, welk parkeervak was er nou? Volgens mij was het deze. Deze tweede. Je hebt bepaalde parkeervakken waar dus zeg maar dit op zit. Dat je je verdachte kan afleveren. En dan kunnen wij natuurlijk doorgaan naar de volgende. Dus Kate White over to another officer. Is dat misschien de zus van Walter White? Oh my god. We hebben de zus van de grootste meth dealer van heel Amerika opgepakt. Ja, nou, loop jij maar lekker mee. En dan gaan wij verder. Gaan wij verder op zoek naar meer criminelen, mensen. Naar meer criminelen die we te pakken moeten nemen. Oké, in ieder geval, eerste aanhouding is binnen. De straten zijn weer iets veiliger tijdens onze dienst. En we hebben gewoon een stolen police vehicle. Dus laten we even gaan kijken of we die kunnen vinden. En of we die kunnen aanhouden. Volgens mij rijdt hij hier vlakbij. Dan rijdt hij beneden ergens. Volgens mij zie ik hem ook al staan. Ik snap ook niet dat ze de sirenes aan doen, weet je. Maakt het nog fucking opvallender. Oké, 2041, we hebben ogen op de gestolen politieauto. We gaan nu een achtervolging over. There we go. Even de lampjes aan. Even een normale U-turn doen hier zo. Joey, je kunt dit. Ik moet altijd weer 3 keer steken natuurlijk, want ik kan niet even een U-bochtje zetten gewoon. En dan rijdt hij hier boven. Hij reed hier boven op de brug, of niet? Oh, hoe gaan we daar snel bij komen? Die guy is een goede chauffeur, oké? Okay? Hij had een ander carrièrepad moeten zoeken dan auto's stelen. Hij had beter gewoon bij de politie kunnen gaan. En dan hadden we tenminste wel iemand in Los Santos die normale achtervolgingen kon doen. En waarom is zijn auto zoveel sneller dan mijn auto? Dat snap ik ook niet helemaal. Ah, we zijn hem kwijtgeraakt. Nee. Kijk hoor, hij rijdt als het goed is wel op deze weg. En dit is een doodlopende weg. Deze gaat namelijk naar het strand. Killer J logo's zijn in achtervolging. De Killer J politie. Ja, ik heb mijn eigen politie voor. Zoals je kunt zien, we dragen ook mijn logo. Oké. Meneer, stap uit die auto. Oh my god. Oh damn. Oh my god. Oh my god, mijn collega jongen die begint gewoon in 1 keer te beuken. Het is echt niet normaal. Oké. We gaan er weer achteraan. Oh my god. Zij rijden in een nieuwe Mercedes B-klasse. Daarom willen ze die auto. Het is natuurlijk een nieuwe auto, bouwjaar 2018 en zo. Ik denk van als we deze auto gewoon overspuiten, alle equipment eruit roven, dan kunnen we hem weer duur verkopen. Ik snap ze wel, maar dat is niet de bedoeling, mensen. Het is niet de bedoeling en ze moeten gestopt worden. Oké, uit die auto. Oké, ik heb backup nodig. We hebben een officer requiring assistance in the Vespucci Canal. Copy, this is Adam 6. Oké, kut. Dit is echt geen goed moment voor mijn controller om uit te vallen. There we go. Ik heb waarschuwingsschoten gelost. Staan blijven, politie! There we go, bodycheck alles. Oké, nou gewoon meewerken, meneer. Gewoon meewerken, liggen. Op de grond. Er zijn vuurwapens opgericht. Bij elke vrachtbeweging zal er worden geschoten. Oké. Collega, ga jij boeien of moet ik boeien? Oké, ik ga wel boeien. Want niemand geeft antwoorden naar de speedy far, gezien het singleplayer is. Binnenkort trouwens gaan we vet video's opnemen op de GTA 5 server die we hebben. Dus dat wordt echt super vet. Even kijken, shift T. Je mag even met me meelopen. En de andere verdachte is gelukkig ook aangehouden. Dus dat is natuurlijk super nice.
Ik hoop alleen wel dat mijn auto er nog staat. Ja, die staat er nog. Oké, chill. Nou, jij mag even met me meelopen. Gaan we even plaatsnemen achter in de auto. Ik heb je net nog even gefouilleerd. Je hebt geen scherpe voorwerpen bij u, zag ik. Dat is helemaal toppie en zo. En dan mag je even plaatsnemen achter in deze auto. En dan gaan we even voor het transportje zorgen. Zo, oké. Dat is weer een verdachte aangehouden. Weer een crimineel van de straat. Kate is aangehouden en deze meneer ook. En wij gaan even instappen. In ieder geval eerst even de sirenes uitzetten. Zo. We gaan even de auto aan de kant zetten. En dan gaan we even een transportje halen voor deze meneer. En dan gaan wij natuurlijk even niet deze call pakken, want we zijn nog druk bezig met de afhandeling van deze zaak. Maar natuurlijk wel de volgende call. En ik ben benieuwd wat dat ons gaat brengen. Hallo, kun jij mijn verdachte meenemen? Het zou helemaal chill zijn. Son of a bitch. Ja, dat vind ik ook. Hij rende veel te hard weg. Nou ja, in ieder geval, dank u wel hè. Ik ga weer verder met mijn surveillance. Fijne dienst nog verder. Ach, wat zijn het ook aardige collega's van mij. Ze halen gewoon mijn verdachte op, weet je, voor transport. Hoef ik niet terug naar het bureau, hoef ik minder te tikken. Helemaal chill. Wat pursuit of a motorbike, oh my god. Ja, ik ben onderweg. 10-4, ik ben onderweg. Ik weet, ik gebruik allemaal Amerikaanse politiecodes en zo, maar dat maakt niet uit. Dat is leuk. Kijk waar hij rijdt. Aan de kant. Oh, wat een insluiting hier zo, mensen. Wat een insluiting, oh my god. Hey, deze was wel perfect getimed, toch? Nou, meneer, je mag afstappen, je kan geen kant meer op. Je bent aangehouden. Afstappen van die motor. Is hij dood? Ik in ieder geval even mijn sirenes uit. Ja, afstappen. Afstappen. Liggen. Liggen op je buik nu. Oké, even kijken. Is dit nou mijn aanhouding of zijn aanhouding? Want ik had mijn aanhouding onderbroken om mijn auto te volgens mij is het zijn aanhouding, toch? Nee, het is die van mij. Yes. Oké, chill. Oké, aanhouding nummer 3 van deze video. Oh my god, dit is de beste video tot nu toe, man. Zoveel aanhoudingen hebben we nog nooit gehad. In één dag. Oké, je mag even weer plaatsnemen achter in de auto. Ga even een transportje voor je regelen, man. En die motor moet natuurlijk ook even geïmpound worden. De motor gaan we even aan de kant zetten. Snelle motor. Ik ben blij dat hij er niet vandoor is gegaan, want dan hadden we echt een probleem gehad. Even kijken hoor. Tow truck voor de motor. En een impoundje alsjeblieft. Dankjewel. Dat is 240. Ik heb echt op Spoochie Beach 1 tow truck nodig en 1 verdachte transport. Over. Nou, komen ze allebei tegelijkertijd aan, jongens. Echt. Efficiëntie hier in Los Santos is nummer 1, oké? Oh my god. Of toch niet? Ik heb niks gezegd. Het is totaal niet waar wat ik net zei, want ze rijden echt alles en iedereen kapot. Oh my god. Sorry collega. Oké, in ieder geval, ik ben zo bij jullie terug als dit hele penari-zaakje is afgelopen. Wacht, het gaat nu allemaal goed. We kunnen nu zo weg. Als jij nou even mijn verdachte meeneemt, hij zit achterin. Dankjewel. Lopen we met die mevrouw mee, hele aardige mevrouw. Gaat je helemaal niet slaan of zo? Nee, oké. Mazzels. Oké, ik ben niet weg voordat mijn game crasht. Oeh, net op tijd. Oké. We gaan door. We gaan nog 1 call doen. En dan ga ik de video ook editen, want anders krijgen we hem niet op tijd online. En dat zou natuurlijk zonde zijn. Dus ja, we gaan hier even langs zo. We gaan even door de woonwijk heen. Even de woonwijk meepakken. Dat is ook wel erg belangrijk natuurlijk. Kijken of hier niks gebeurt. Kijken of hier alles goed gaat. Dan gaan we door. En ik zweet me echt kapot, mensen. Het is hier echt 40 graden op de kamer. Sorry voor het share. Ik weet dat het niet altijd gewild is natuurlijk, weet je. Maar het is gewoon de waarheid, het gebeurt. En ik wou het gewoon even kwijt. Queen 2, we are on our way. You're totally following me. Attention unit,
Hot pursuit of a tractor? Are you serious? Is dat onze laatste call van vandaag? Oké, daar is nog een achtervolging bezig. Daar hadden we bijna een botsing veroorzaakt door onze gekke U-turn. Maar hey, maakt niet uit. Het is maar een game, het is geen real life. Oké, we moeten wel snel zijn, doe. Kijken of we hier nog wat aan kunnen doen. Als het goed is, zit hij hier om de hoek. Is hij al gepakt? Hij is al gepakt! Nee! Nee, onze laatste call is van ons geroofd en hij doet er niet eens wat mee. Nou ja, in ieder geval mensen. Ik wil jullie echt bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Het was een beetje een kortere video dan normaal. Maar dat komt ook natuurlijk omdat het is gewoon fucking warm buiten. En ik heb het echt super druk. Met al die zooi wat aan de hand is met mijn oma en zo. Wat echt heel kut is gewoon. Dus ik hoop toch dat jullie van deze video hebben genoten. Vond je hem nou leuk? Geef me dan even een blauw duimpje omhoog natuurlijk. En dan hopelijk zie ik jullie morgen weer om 4 uur voor een nieuwe video. Ik ga proberen weer dagelijks te uploaden nu vanaf vandaag. Dus wish me luck with that sowieso. Zeg dat even in de comments. Good luck met dagelijks uploaden, Joey. En dan check ik jullie alweer bij de volgende video. Iedereen super bedankt voor het kijken. Like de video nog even. Volg me nog even op Instagram, Twitter, Facebook. Alle linkjes staan in de beschrijving. En check de merchandise nog even. De Killer J merchandise. Oh my god. Linkje staat ook in de beschrijving. En dan check ik jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. En later. Bye bye.